to hear it all. Yeah, yeah. Proud, oh, proud. Proud is to watch us fall. Yeah, yeah. Nou, we zijn hier dus bij het Ladybird Skatepark hier in Tilburg om even achter de schermen te kijken bij het NK Skateboarden 2012. Ik ga eens even naar binnen om te zien hoe de sfeer is. Het is nu het eerste jaar hier in Tilburg georganiseerd. Hoe vindt u het nu vandaag gaan? Het niveau is ontzettend hoog weer dit jaar en het park is ook ontzettend uitdagend en er kunnen hele mooie lijnen gereden worden wat toch anders is dan andere jaren. Het is een park met heel veel flow en het is nog steeds een verrassing wie uiteindelijk de titel gaat pakken, want is tot nu toe nog niet echt te zeggen. En wat is het verschil nou tussen Tilburg en andere locaties? Sowieso de randfaciliteiten hier zijn uitstekend. Er zit een hele leuke feestzaal bij waar we gisteren het 10-jarig bestaan van de Skateboard Federatie Nederland heel mooi hebben kunnen vieren. Ook hier in de foyer met bandjes erbij. Het is als totaalconcept de Hall of Fame echt uniek. En gewoon prachtige faciliteit, kan niet anders zeggen. En de skateboardbaan is ook echt top gewoon. Dat is fantastisch om hier een NK te kunnen houden. Kunt u mij misschien iets meer vertellen over de Hall of Fame en de Ladybird Skatepark? Ja, dat kan. De Hall of Fame zit sinds december vorig jaar op deze locatie. Daarvoor hebben we een aantal jaren aan de andere kant van het station gezeten. Met ook een skatepark, maar dat was wat kleiner en dat had wat minder tribunemogelijkheden. We hebben al jarenlang de wens om het Nederlands kampioenschap naar Tilburg te halen. En dat is gelukkig met deze nieuwe baan, het nieuwe ontwerp en de ruime publieksmogelijkheden is dat gelukt. Bovendien is net wat André net zegt, de Hall of Fame is eigenlijk een soort totaalconcept. Wij proberen wat te doen voor jongeren die muziek maken, voor jongeren die van toneel houden, jongeren die van graffiti houden, jongeren die van skaten houden. We proberen eigenlijk voor iedereen iets te hebben. En ja, doordat we ook een zaal hebben waar we ook dansavonden houden, maar ook modeshows en ja, eigenlijk allerlei verschillende dingen, is het mogelijk om ook de skatebaan rendabel te draaien. Je moet wel even een klap geven. Ja? Mag ik die doen? Ja? One. Hoe is het hier bij de Ladybird Skatepark? Wat ik vind het hartstikke leuk. Er zijn heel veel skateboarders. Pumpstapper is een En Marlon denkt er zo ook over. En hoe is de skate community hier in Tilburg? Ja, ik skate vroeger altijd street hier in Tilburg. En toen was het al best wel aan. Maar de laatste jaren merk ik dat het gewoon heel veel park wordt. Dat niemand meer echt op de straat gaat. Dat vind ik op zich wel jammer, want daar ligt wel de essentie van skateboarden, zeg maar. Gewoon als je iets op straat kan, is het veel moeilijker dan op een park. Maar ja, ik zou wel eens een keer op een skatepark willen zien wat zeg maar hetzelfde element heeft echt als straat, zeg maar. Dat het echt gewoon die rauwe, marmeren shit is waarop je zeg maar 3 keer je nek moet breken en dan pas een trick kan maken, zeg maar. Dat gaan ze nu in die tweede hal hier, gaan ze dat bouwen, alleen maar street. Dus dat is wel heel vet. Dat zou ik wel meer willen zien, maar ja, als je, ja, park is een goede oefening, dus mijn zegen hebben ze. En wat vinden jullie van het stereotype skaterboy? Ja, ik zie mezelf niet echt als skaterboy, ik zie mij meer als zeg maar iemand die doet wat hij wil en ja, het is gewoon een cultuur en het is niet zo van, ja, van andere mensen kunnen het zo zien, zeg maar, van hey, skaterboy, maar er zit veel meer achter, er zit ook een hele levenswijze achter en waar ook je ter wereld komt, je wordt altijd geaccepteerd en er zit veel meer achter, je wordt ook veel zelfstandiger en ja, dus ze kunnen ons afschrijven als domme gasten die alleen maar blowen, maar ik denk van heel veel gasten hier die gewoon allemaal een opleiding volgen en allemaal gewoon gewoon wel een kopje erbij hebben. Ja.
don't know.